Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen iedere woensdag en donderdag les in techniek in het techlokaal in Beneden-Leeuwen. Er zijn verschillende vormen van techniek die gegeven worden, zoals traditionele techniek en innovatieve techniek. Nu komt er ook een techlokaal in Druten op het Pax Christi College. Daardoor kunnen leerlingen die op de middelbare school zitten zich ook ontwikkelen op het gebied van techniek. Wij proberen hier kinderen in een heel vroeg stadium kennis laten maken met techniek. Zodat ze als ze straks in het onderwijs gaan kiezen ook echt weten waar ze voor kiezen. En techniek is dan bij ons heel breed. We hebben de consumptieve technieken, alles rondom eten, voedselveiligheid. De traditionele technieken, die bij heel veel mensen al bekend zijn, die er al lang zijn. Maar ook de innovatieve technieken. Dus echt de technieken van nu. Dan heb je het over appjes maken, programmeren, 3D printen, robots programmeren, dat soort zaken. Druten is echt de gemeente die onderwijs en techniek heel hoog in het vaandel heeft. Daarbij zeggen de bedrijven al jarenlang, we hebben veel moeite om aan goed personeel te komen. Daar zit natuurlijk nog het mbo tussen. Maar wij gaan een lijn uitzetten van 4 tot 18 jaar. En dan niet alleen VMBO, maar ook HAVO-VWO. Nou, daar zouden we echt slagen mee kunnen maken de komende jaren. Het techlokaal heeft ook een aanvraag ingediend voor het ontvangen van subsidie. Dat komt in totaal neer op een ton. Ja, die bijdrage van 100.000 euro, daar zit wel een gedachte achter, hoor. Wij hebben op de eerste plaats gezegd van als we dat doen, dan graag meerjarig. Dus we hebben besloten om 3 keer 9.000 euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2018, 19 en 20. Daarmee sluiten we overigens aan bij dezelfde gedachte die de buurgemeente heeft. Uiteraard gaat zo'n verplaatsing met verhuiskosten gepaard. Nou, wij vinden het redelijk dat die ook voor vergoeding in aanmerking komen. En dan blijft er een eenmalige subsidie over van 63.000 euro. En we hebben tegen de initiatiefnemers gezegd, we denken dat het goed is dat dat bedrag ingezet wordt voor het opstarten van activiteiten. En tegelijkertijd, ga nou eens de boer op en probeer eens om nog wat meer subsidiënten te verwerven. Ja, de eerste vraag die dan gesteld wordt is, heeft u cofinanciering met dat bedrag? Kan die cofinanciering worden ingevuld? Het doel is meer kinderen te laten kiezen voor techniek. Vanaf, en we laten ze kennis maken met techniek vanaf 11 jaar tot en met 13, 14, 15 straks. Want we willen ook kinderen kennis laten maken met de nieuwe technieken, waar het bedrijfsleven echt om zit te schreeuwen, om programmeurs, om 3D-tekenaars enzovoorts. Dus daar willen we kinderen heel vroeg mee kennis laten maken, zodat die ook voor die richting kiezen. Zodat het bedrijfsleven straks met die mensen verder kan. Want het enthousiasme is hier al. Veel van onze leerlingen willen daar graag hun toekomst in verder. En je merkt dat ze ook heel erg bereid zijn als die basisschoolleerlingen komen om die leerlingen te helpen. Dus het is voor de aansluiting van oud en jong is het gewoon ook heel mooi. En ze gedragen zich ook veel netter dan we dat gewend zijn als daar kleine kinderen bij zijn. De Raad van Druten moet nog wel instemmen met de subsidieaanvraag. Onze gemeenteraad moet daar nog over beslissen. Dat zal nog dit jaar gaan gebeuren. Maar gelet op het feit dat ook de gemeenteraad hier prioriteit aan toekent, ben ik optimistisch op een positieve besluitvorming.